De inbreker bij de Groningen voetbalverenigingen VVK en VVG op Sportpark Het Noorden wist waar hij moest zijn. Dat denkt Jawelim Koetje van VVK. Samen met buurman VVG baalt hij een dag later nog flink van de inbraak die voor forse schade zorgde in beide voetbalkantines. Die persoon komt binnen via het raam, loopt recht door achter onze bar, probeert een beetje de camera te ontwijken. Eerst wat de persoon doet is alle stekkers, alles stekken, alles. Los trekken, uh, probeert daarmee het alarm uit te zetten en dus ook uh, de camera's uit te zetten. Ja, dat is uh, dus niet geluk gelukkig gelukkig. Uh, ja, en vervolgens, uh, het eerste wat, daarna, wat de persoon daarna doet, is uh, naar de koelkast met de blikjes en uh, neemt de Red Bulls en de uh, Berenburg Cola mee. En, uh, ja, en dan uh, zie je dat de persoon een uh, vuilniszak hier uit onze eigen kantine gebruikt om uh, die vol te stoppen, en naar buiten loopt en later weer terugkomt, weer met de vuilniszak. En zo... Uh, uh, ja, onze voorraad, uh, wat er nog wel eens langzaam meeneemt. De dader heeft geen geld meegenomen, maar wel de kassalade waar nog 2 euro in lag. Uh, hebben we hebben een kassa hier staan met een kassalade. Er lag nog 2 euro in die we hier gevonden hadden. In de kassalade nemen ze mee, maar de inhoud, de 2 euro, ligt hier nog. Dus er is uh, echt letterlijk helemaal geen euro gejat. Hoe nu verder, weet Koetje op dit moment nog niet. Wel is hij blij met het werk dat de politie heeft verzet politie is hier geweest, daar is technische recherche hier geweest, sporenonderzoek gedaan. Daar ben ik wel heel blij mee. Ze zijn echt uh, grondig te werk gegaan. Uh, en nu is het gewoon wachten op, uh, op de resultaten. Er is uh, gisteren ook gelijk aangifte gedaan. Dus procesverbaal op wachten. En dan, uh, ja, dat zal wel een uh, verzekeringskwestie uh, worden. En ik hoop, uh, ik hoop dat, ze, dat we snel uh, de persoon ook vinden. Wij hebben camerabeelden, die uh, zijn ook naar de politie toe. Dus uh, ja, ik hoop dat uh, de persoon herkend wordt en dat wij... Uh, gewoon een dader hebben. Wat kan helpen bij het vinden van de dader zijn de camerabeelden die zijn gemaakt. staat goed op beeld. Uh, ja, ook een, uh, een duidelijk loopje, laten we het daar maar op houden. En, uh, ja, die persoon, uh, ik zou hem herkennen in elk geval. Koetje baalt zelf toch een beetje. Hij werd die nacht gebeld omdat het alarmsysteem afging. Maar waar hij normaal zijn telefoon op triller heeft staan, wilde hij die nacht goed slapen en had hij zijn telefoon op stil gezet ja dan baal je enorm, hè. Uh, dan word je gebeld en dan, uh, dan mis je de oproep en dan, dan ja natuurlijk ja, dat kan gebeuren, maar je voelt je zelf zo lullig, want misschien had ik, uh, hadden we de persoon kunnen overlopen als ik s'nachts gelijk uh, daarna 112 had gebeld, dan hadden ze de persoon persoon zeg ik, maar het zou ook en kunnen zijn. Ik heb in elk geval één gezien op de beeld, hadden we die persoon misschien uh, te pakken gehad. en dan voel je, je gewoon echt, ja dan gebruik ik toch maar het woord kloten, want ja, misschien ja, dan voel je jezelf ook nog schuldig. Terwijl hier gewoon iemand een heleboel heeft lopen fysiek en uh, uh, ja, enorme ja, zoide van gemaakt. En ja, nou ja goed, je balt dan toch. En, uh, um, het is niet mijn schuld, dat weet ik ook wel. Maar ja, het is wel, uh, je bent hier voor de club en uh, je balt dan gewoon.